Hallo, ik ben Marco Schipper van Fruitbedrijf Schipper. Wij telen hier appels en peren. Peren zijn de rassen Lucas en Conference. En van de appels Jonegold, Elster en Gala. Mijn naam is Martin Tolhoek, werkzaam als fruitadviseur vanuit Van Ieperen. We begeleiden Marco Schipper onder andere met de fertigatie op zijn bedrijf. Ik ben gestart met fertigatie in 2019, omdat er wat gebrek was aan boerenelementen en aan calcium, zodat we dat een beetje meer op orde konden krijgen. Martin die helpt me hierbij door middel van het maken van grondmonsters en bladmonsters. En op basis daarvan kijken we wat er nodig is. Dan maakt hij een schema en zo kunnen we met fertigatie dat weer op orde krijgen. Op het bedrijf bij Marco Schipper. We hebben eigenlijk in 2019 op best wel behoorlijk wat percelen in de grondmonster gestoken. En de algemene lijn die hieruit naar voren kwam is dat onder andere de calcium en de spoorelementen belangrijke aandachtspunten waren. En dat met het idee om de kwaliteit van de peren te verbeteren. Dus dan moet je vooral denken aan de hardheid en de bewaarkwaliteit. Wat ik normaal gebruik is in die celdelingsperiode ook de sporenelementen, stikstof en vooral de calcium voor de hardheid en voor de betere kwaliteit. Nu we langzamerhand naar de celstrekkingsperiode gaan, dan schakelen we eigenlijk over van een kali-arm schema naar een kali-rijk schema. Dit wordt nog steeds aangevuld met spoorelementen en een klein beetje stikstof. Dan gaan we dadelijk een stuk terug in de stikstof, omdat de scheutgroei best wel mag afsluiten langzamerhand. En de kali is eigenlijk gericht op het bevorderen van de vruchtkwaliteit, of de vruchtmaat dan vooral. Naast de grondmonsters in 2019 nemen we eigenlijk ieder jaar een aantal plantsapanalyses om het effect van de fertigatie te kunnen beoordelen en om het schema eventueel nog wat te kunnen bijsturen. De algemene lijn die we daarin zien is dat de opname van de calcium en de spoorelementen duidelijk is verbeterd ten opzichte van voordat er gevertigeerd werd in de peren. Het verschil met of zonder vertigatie, ja, dat is toch duidelijk te zien dan aan de kwaliteit van de peren. Langer bewaarbaar, groenere peren, hardere peren, dus dat is inderdaad, geeft duidelijke voordelen.